We zijn op de Zuidkolk in Delft en we zijn bezig met de Big Lift TU Delft Slag om Delft 2013. Het is een jaarlijks evenement dat wij vanuit de vereniging organiseren. Dit is alweer de 8e editie. Daar doen Delftse studenten mee van onze vereniging. Dat is de Delftse studenten wedstrijdzeilvereniging Broads, maar ook externe teams om het niveau hoog te houden. We hebben, zoals je ziet, heel erg veel mossen met het weer. En het had niet beter kunnen zijn. Je bent koningin van de kolk geworden. Hoe voelt dat? Nou, dat is natuurlijk een fantastisch gevoel. Maar de tegenstanders waren ook goed. Dus we hebben denk ik goede races gehad. Dus we hebben het niet cadeau gekregen. Ja, op een gegeven moment begonnen we een beetje te stressen en dan ging het eigenlijk minder goed. Dus we hebben heel erg gefocust op de rust in de boot houden. En dan ja, echt gefocust op een goede pre-start vooral. Want ja, als je bij de pre-start weg bent, dan was het een stuk simpeler om de race te winnen. Maar ja, mannen en vrouwen, er is geen verschil, nee, hè? Toch? Nee. Vooral niet op dit water, want ja, het waait toch niet echt hard. Dus die krachten heb je van die mannen heb je toch niet nodig. Je moet gewoon een beetje slimmer zijn. Ja. Slim en behendig. Ja, dat waren wij. Ja.